Van harte welkom bij dit verkiezingsdebat, georganiseerd door oorspronkelijk het NWO. Alleen helaas is deze organisatie gehackt afgelopen weekend. Dus het debat is overgenomen door de KNAW, waarvoor dank zo op het laatste moment dat dat geregeld is. Het debat gaat over de toekomst van het onderzoek en van de wetenschap in Nederland. En dat wordt gehouden met 6 partijen. Want ja, 37 partijen hier uitnodigen, dat werd iets te veel van het goede. Dus er is een keuze gemaakt. Mustafa Amhoes van CDA, van harte welkom. Roelof Bisschop van de SGP, welkom. Niels van den Bergen van GroenLinks, welkom ook. En ook voor Dennis Wiersma van de VVD, Eppo Bruins van de ChristenUnie en Paul van Meenen van D66. We zijn benieuwd hoe deze partijen denken over de toekomst van het onderzoek, van innovatie, ik zei het al, van wetenschap. We gaan het ook hebben over geld, want dat is nodig, vindt iedereen. In ieder geval vanuit het veld. De werkdruk komt aan de orde, publicatiedruk, ook buitenlandse invloed op de wetenschap komt aan de orde. En we zitten natuurlijk in een wat merkwaardige tijd, dus we staan op 1,5 meter afstand zonder publiek. We zijn wel heel blij dat heel veel kijkers van dit debat vragen hebben ingediend. Daar hebben we ook dankbaar gebruik van gemaakt. 3 vragenstellers zullen we ook tijdens het debat zien met hun vraag. Dus andere vragen zijn verwerkt in het debat. Ja, het gaat natuurlijk nu dagelijks over wetenschap. Ik geloof dat er al 100 bijeenkomsten zijn geweest tussen wetenschappers en het kabinet om te praten over de coronatijd. Paul van Meenen, er zijn ook mensen die zeggen wetenschap is maar een mening. Dat hoor je vaak deze dagen in de coronatijd. Wat zegt u tegen deze mensen? Nou, dat vind ik geen goede mening. Wetenschap baseert zich op feiten, op onderzoek, op diepgravend onderzoek, zeker in Nederland. Dus ik verwerp die opvatting. En ligt daar een rol voor de politiek om het op te nemen zeker, voor de wetenschap? Het ligt zeker een rol voor de politiek. Hè. Kijk, de politiek heeft 3 instrumenten. Daar zullen we het nog over hebben, over wetten en regels. Daar hebben we er meestal te veel van. Geld, daar hebben we meestal te weinig van. En woorden. En woorden doen er enorm toe in de politiek. En ook juist op dit vlak. Hè. Het vertrouwen in de wetenschap is meer dan ooit van belang. Er is gelukkig in Nederland ook een groot vertrouwen in de wetenschap. Maar het is aan onze taak om dat te bestendigen, te stimuleren en dat niet te rabbel te gooien. Want Eppo Bruins, Paul van Meenen zegt er is vertrouwen in de wetenschap. Hè. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het Rathenau Instituut. Een 7,1 is de waardering. Wat ook blijkt uit dat onderzoek is dat op het moment dat wetenschap met politiek gaat samenwerken of met bedrijfsleven, dan neemt het vertrouwen af. U komt zelf uit de wetenschap. Is dit in die zin een risicovolle periode voor de wetenschap? Dat er zo nauw met de politiek wordt samengewerkt? Ja, dat is risicovol. Voordat je het weet worden die wetenschappers de politieke arena ingetrokken. We zagen ook gisteren Van Dissel in de rechtbank, die namens de staat wetenschappelijke opmerkingen moest maken over de risico's van het coronavirus. Is dat wenselijk, vindt u? Ik vind dat we de experts, de virologen, de epidemiologen, eigenlijk te veel bij talkshows zien. En ze zouden af en toe ook eens moeten zeggen, weet je wat, ik ben wetenschapper. Ik hou mij bij de wetenschap. En bij een talkshow zit je toch vooral om je mening te geven. En ik vind het wel een risico dat daardoor het beeld gaat omslaan. Je zou niet niet al te veel moeten speculeren en toekomstvoorspellingen willen doen als wetenschapper, maar je echt bij de feiten houden. Dus in die zin vind ik dit wel een risicovolle periode. Dus het kabinet had Van Dissel gisteren eigenlijk niet naar die rechtszaak moeten sturen? Ik vind het in ieder geval een risico om hem daarvoor te gebruiken. Juist omdat hij in de taak en de rol die hij op dit moment heeft, absoluut een absolute onafhankelijkheid moet uitstralen. Dus liever niet, als ik het hoor. Dus liever niet. Nee. Nee. Dennis Wiersma, geldt dat ook voor u? Had Van Dissel daar niet moeten zitten gisteren namens de staat? Nou, wat ik gisteren begreep, en ik heb het gevolgd, ik denk zoals best wel veel mensen, het was interessant. Ja, we konden het live zien, hè? Ja, het was soms ook dat je, een kijkje achter de schermen. Ik weet niet of het iedereen meteen heel veel vertrouwen geeft, want je ziet ook hoe het er echt aan toe gaat en ook. Ik vond het soms ook best wel ergens normaliserend op de verkeerde manier dat daar een debat ontstond tussen Willem Engel en Jaap Van Dissel. 2 hele andere invalshoeken. In de rechtszaal bedoel je? In de rechtszaal, ja. Dus als kijker vond ik dat fascinerend. Maar ik denk juist daarom dat het goed is dat de rechter ook aangaf, we maken hier een afweging in belangen. En om het belang van deze maatregel in een aanpak van het coronavirus, om die te kunnen wegen,
ja, dan baseren wij ons op wetenschappelijke kennis. Dan zou het heel raar zijn dat je die wetenschappelijke kennis dan op dat moment even uitzet en niet inroept. Dus ik vind het heel logisch dat je die wetenschappelijke kennis inroept. Ongemakkelijk is het ergens wel. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar blijkbaar is het zover gekomen dat het daar nodig was. En dan moet je ook bereid zijn om het te doen. Want vorige week kwamen er bijvoorbeeld in Duitsland e-mails naar buiten waaruit bleek dat een minister daar had gevraagd aan wetenschappers, schets een zo zwart mogelijk scenario, dat is vorig jaar gebeurd in het voorjaar, zodat er draagvlak ontstaat voor de coronamaatregelen. Zou dat hier ook kunnen gebeuren? Hebben we daar gisteren een staaltje van gezien in de rechtszaal? Ik kan niet precies in die situatie in Duitsland kijken. Ik denk wat hier aan de hand is, dat heel veel mensen zich zorgen maken over dit virus. Dat we met z'n allen op weg zijn naar de eindstreep van dit virus. Dat iedereen hoopt dat we dat zo snel mogelijk doen. Maar iedereen ook weet dat je daarvoor zelf ook een rol hebt te spelen. En dat we elke keer zoeken, hoe kan ik nou maximaal mogelijk die rol spelen? Hoe kunnen we als samenleving ons zo gedragen en soms ook in al die beperkingen maar even volhouden, zodat er daarna zo snel mogelijk meer ruimte ontstaat om al die leuke dingen weer te kunnen doen. Dat je weer met je vrienden en je familie kan knuffelen, want dat willen we allemaal. En ik denk dat we van onze wetenschappers mogen verwachten, en ik vertrouw ze daar ook 100% op, dat zij daar eerlijke en goede scenario's voor geven, uit de grond van hun hart, maar ook uit het belang voor heel Nederland, en op puur basis, op basis van wetenschap. En ik denk, daar hebben we ze ook voor gevraagd, en dat weten ze ook te bieden, en daar moeten we ook vertrouwen in hebben. En Niels van den Bergen van GroenLinks, er wordt dus heel veel samengewerkt met de wetenschap. Wat heeft het met uw waardering voor de wetenschap gedaan, het afgelopen coronajaar? Nou, vooropgesteld, die was al heel groot, die waardering, maar die is wel verder gegroeid. Want ik snap wat collega Eppo Bruins zegt over wetenschappers in talkshows. Soms is dat ongemakkelijk. Tegelijkertijd denk ik wel dat het heel belangrijk is dat wetenschappers daar ook regelmatig zitten. Epidemiologen, virologen, gedragswetenschappers, om uit te leggen wat er aan de hand is. Virologisch gezien, maar ook welke impact ons gedrag daarop heeft. En tegelijkertijd worden ze steeds vaker gevraagd om politieke maatregelen te verdedigen. Ja, daar moet je dus volgens mij heel erg mee oppassen. Ik ben het wel met collega Wiersma eens. Kijk, het is gebruikelijk in rechtszaken dat je experts kan oproepen. Dus als er vragen worden gesteld bij hoe noodzakelijk die avondklok is, even los van wat ik daar persoonlijk of mijn partij van vind, maar dan vind ik het logisch dat je als staat der Nederlanden de grootste expert die we op dat gebied hebben, Jaap van Dissel, oproept. Dat vind ik op zich logisch, maar het is een dun lijntje. Je moet oppassen dat het beeld niet ontstaat, dat die wetenschappers niet meer onafhankelijk kunnen opereren. Want de onafhankelijkheid van de wetenschap moet wel altijd gewaarborgd zijn. Want het vertrouwen in de wetenschap is heel hoog in Nederland. Maar dat komt ook wel omdat de meeste mensen er vertrouwen in hebben dat de wetenschap volstrekt onafhankelijk kan opereren. En Roelof Bisschop van de SGP. De medische wetenschap is natuurlijk vooral aan het woord. En de virologen. Je hebt natuurlijk ook economische wetenschap. Nou, gisteren was juridische wetenschap heel belangrijk rondom corona. Je hebt ook wetenschappen die zich vooral met het welzijn van de mensen, zijn natuurlijk ook medische wetenschappen, maar bezighouden. Wordt er voldoende naar alle wetenschappen op het moment geluisterd door de politiek? Nou, wat je nu ziet is natuurlijk dat de medische wetenschap met stip bovenaan staat. Maar dat heeft natuurlijk met de maatschappelijke context te maken, het virus enzovoorts. Ik wil er nog wel één kanttekening bij maken. Wetenschap is maar een mening. Ik denk dat het een hele foute benadering is. Je moet echt kunnen vertrouwen op de bevindingen van de wetenschap. En dat betekent dat er ook volstrekte openheid moet zijn hoe de wetenschap tot bepaalde conclusies komt. Is dat er nu voldoende in de coronacrisis? Nou, als ik één voorbeeld mag geven. Het voordeel van een kleine partij is dat je met veel departementen mag bemoeien. Dus ik heb ook landbouw in mijn portefeuille. De hele stikstofdiscussie bijvoorbeeld, daar ontbreekt voldoende inzicht in die onderliggende informatie, waar het beleid op gebaseerd is. En dat is echt ongelooflijk duwen en trekken om vanuit die zoveel mogelijk wetenschappelijke basis, om daar goed zicht op te krijgen en dan te kijken van hoe zijn nu die wetenschappelijke bevindingen doorvertaald naar beleid. En ligt daar een opdracht voor de politiek om te zorgen Absoluut. Dat die onderliggende feiten meer duidelijk en meer bekend worden, transparanter zijn? Ja, absoluut. Dat is iets dat moet de politiek moet daar gewoon sterk voor pleiten en erop aandringen. Kijk, er zijn ook wel krachten binnen die wetenschap zelf die dat bevorderen, maar om wat voor reden dan ook, het is niet altijd vanzelfsprekend. En wat kan je daar dan aan doen als Kamerlid? Gewoon hardop zeggen en steeds eisen. Ik bedoel, en het aan de kaak stellen en laten zien
En dat raakt dan weer het vertrouwen in de wetenschap. Hè? Want publiekelijk val je dan zeg maar, de betrouwbaarheid van die wetenschap een beetje af. En meneer Van Meenekort? Nou ja, kijk, we hebben tegenwoordig ook een vakgebied, Jonica Smeets is er van wetenschapscommunicatie. Daar gaat dit eigenlijk over. Ja. Laat zien waarop je het baseert. Want als je dat niet doet, hè, en als het alleen maar zich vertaalt uiteindelijk, hè, een wetenschap die zich ergens in een hoekje afspeelt en zich vertaalt in een politiek besluit, dan geef je alle ruimte voor, ik zeg maar even, nepwetenschap. Dan gaan mensen het zelf invullen. Dan gaan ze hun eigen onderzoeker tegenover zetten. Dus wees daar volkomen transparant in. Dat is denk ik wat op dit moment wel nog onderbelicht blijft. De achterliggende wetenschap die hierbij zit. Overigens ook de meer sociale wetenschappen. Het is medisch heel erg dominant, begrijpelijk. Maar als je naar de gevolgen kijkt, als je kijkt waar mensen voor opkomen op dit moment, dat is niet om dat virus niet te ontkennen, ja, er zijn er ook nog wel een paar, maar het is meer om ook te wijzen op de enorme maatschappelijke gevolgen. En daar zit ook een hele wetenschap achter. Ja. Laat die ook veel meer aan het woord, ook transparant. Ja, en dat ontbreekt af en toe nog wel eens. Want, je zou eigenlijk, om het beleid te vertrouwen, zou je dus ook inzicht moeten hebben in welke afwegingen precies worden gemaakt. De maatschappelijke kosten-baten-analyses, daar zijn prachtige modellen voor. Want het is natuurlijk niet alleen maar de zorg die hier doorgeraakt wordt, maar de hele samenleving, massaal, vol in het gezicht. En dat heeft een prijs. Ja. En daar heb je geen zicht op. Mustafa Amouche van het CDA. Er is natuurlijk ook wel vanaf begin af aan kritiek geweest in de coronaperiode. Van we waren niet klaar voor een pandemie. Er is te weinig geïnvesteerd, ook in onderzoek. Denkt u achteraf, ook natuurlijk als regeringspartij, ja, daar had gewoon veel meer geld naar bepaalde sectoren moeten. Ik weet niet of je veel meer geld, dat dit dan een hele andere aanpak van de pandemie is. De waardering voor de wetenschappen. Laatst hoorde ik iemand heel mooi verwoorden. Hè. De wetenschap is eigenlijk bezig om elke dag, we moeten haar dankbaar zijn met het redden van de mensheid. Hè. Zo groot kun je het maken. Maar als je teruggaat naar de praktijk, is het ook naar de toekomst toe. Het wetenschap en onderzoek en innovatie is wel het fundament van onze samenleving. Op allerlei gebieden. Op gezondheid, veiligheid, maar ook op het verdienvermogen. Waar we dadelijk terug op denk ik, in deze discussie. Dus u zegt, meer geld in het verleden, dan hadden we het niet beter gedaan. Ik denk, beter doen. Ik denk wat onze coronacrisis dit geleerd heeft, is over een wendbare overheid in zijn algemeenheid. En of dat nou op het aanpakken van de pandemie is, of op crisismanagement, of op de economie, ik denk één ding wat ik meeneem uit deze coronacrisis is dat de overheid ook veel wendbaarder moet zijn. Ik heb het over geld, daar gaan we het nu over hebben met jullie drie, met CDA, SGP en GroenLinks. En de andere partijen komen daar zo over aan het woord. Want vanuit het veld van onderzoek, maar ook vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld verenigd in de Kenniscoalitie, is er behoefte aan stabiele investeringen in onderzoek en innovatie. Nederland voldoet ook nog niet aan de 3% afspraken die al lang geleden zijn gemaakt in Europees verband. En loopt daarmee ook achter op andere landen. Veel vragen voor dit debat van kijkers gingen daarover. Zo ook Evelien de Olde, zij is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En zij vraagt zich af hoe Nederland dan op deze manier competitief kan blijven. Mijn naam is Evelien de Olde en ik ben onderzoeker aan Wageningen University in Research. We staan als maatschappij voor een reeks complexe uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, ruimte, voedsel en gezondheid. En deze uitdagingen vragen om echt een integrale aanpak. Het herstel en de transitie naar een duurzame en weerbare samenleving vragen om investering in onderzoek, onderwijs en innovatie. De ambitie om zo'n 2,5% van de BBP te investeren in onderzoek en innovatie is in de afgelopen kabinetsperiode niet gehaald. Terwijl eigenlijk diverse landen om ons heen 3% of zelfs meer investeren. De vraag aan jullie is dan ook, hoe gaan jullie zorgen dat Nederland een competitieve kenniseconomie blijft? De vraag stel ik aan u als regeringspartij natuurlijk, ja. Demissionair nu. Uw partij zat 4 jaar in de regering, die 3% doelstelling is ook toen niet gehaald. Ja. Waarom niet? Die 3% is voor Nederland vertaald hè, naar 2,5%. We hebben ook zelf als CDA, is het ook een pijnpunt geweest. We hebben ook elke keer, wel zelfs 2 keer een motie over ingediend om die 2,5% te gaan halen. En ook te onderzoeken. Maar er geen breekpunt van gemaakt? Nou, geen breekpunt. We hebben dat continu in innovatiedebatten hebben dat continu naar voren gebracht. Aan welke knoppen moeten we draaien om die 2,5% te halen? En als je kijkt naar Nederland, vergelijkt de investeringen vanuit het privaat bedrijfsleven, wat doet het hoger onderwijs en wat doen de TO2-instellingen of onderzoekinstellingen, zie je dat in elk geval dat wij geen goede hefboom hebben of geen goede prikkel om het bedrijfsleven meer te laten investeren in onderzoek.
Ja, maar u zegt aan welke knop moet je draaien? Volgens mij is de minister van Financiën uit uw partij. Nee, die gaat niet over de staatskas, dus nee, je zou ook kunnen investeren. 2,5% of 3% ga je niet alleen halen met overheidsmiddelen. Wij moeten dat wel doen. Ik ben zeer blij dat ook in onze groeibrief die gekomen is van de Wopke, Hoekstra en Wiebes eind vorig jaar. Het toekomstig verdienvoordeel van Nederland zit in onderzoek en innovatie. Als we 20 miljard beschikbaar hebben. Ja, u bedoelt dat groeifonds voor de komende 5 jaar? Maar er zit ook een brief vooraf. Aan welke knoppen gaan we draaien om ons verdienvermogen naar de toekomst toe te realiseren, is onderzoek, innovatie en kennis en ontwikkeling een hele. En als je daar 10% pakt over die 20 miljard, dan heb je al zeg ik even 2 miljard te pakken. Dan moet toch zeker mogelijk zijn om daar extra in te investeren. Maar een punt wat ik wil maken, de overheid is één belangrijke actor, maar het bedrijfsleven in Nederland, en ik doe ook economie, blijft achter met investeren in R&D en onderzoek. Maar dan verlegt u eigenlijk nu de verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven, terwijl de doelstellingen die voor het kabinet, voor de overheid waren, is ook niet gehaald. Nee, 2,5% is zowel bedrijfsleven, publiek als onderzoek. Ja, als je vergelijkt met Zweden, Oostenrijk en anderen, die doen alleen al het bedrijfsleven doen al meer dan 2%. Ja. Dus we moeten wel die hefboom als overheid, daar moeten we ons aantrekken. Ja, kijk even naar meneer Bisschop. Heeft hij een punt, meneer Amhuis van het CDA? Of? Nou ja, kijk, om die afgesproken 3% te kunnen halen, heb je inderdaad ook investeringen vanuit de private sector nodig. Absoluut. Alleen, om nu te zeggen, van, ja, het bedrijfsleven doet te weinig en de overheid kan dan ook niet haar aandeel leveren. Ja, dat is volgens mij veel te kort door de bocht. Als je kijkt naar onderliggende stukken, dan zie je dat juist het vooroplopen van een overheid, dat sleurt het bedrijfsleven mee. Nu gaat er R&D-geld vanuit Nederland naar het buitenland. Je hebt een negatieve balans. Ja. Hoe komt dat? Omdat een overheid te weinig investeert. En ja, de vier regeringspartijen zijn allemaal voor meer geld voor wetenschapsbeleid. En ik sta dan als niet-regeringspartij aan de kant. En dan vraag ik, waarom, broeders, hebben jullie dit niet geregeld de afgelopen vier jaar? Niels van den Bergen, jij vraagt je dat ook af, neem ik aan, als oppositiepartij GroenLinks? Ik vraag me dat zeker af, maar ik ga het dan toch misschien een beetje gek, maar als oppositiepartij in ieder geval voor één van de coalitiepartijen opnemen. Want GroenLinks en D66 hebben het initiatief genomen om via de regering aan de kenniscoalitie te vragen van werk nou scenario's uit hoe we inderdaad, wat ook in het filmpje terugkwam, naar die 3% toe kunnen groeien. Want dat is cruciaal. En het is ook niet zo dat je dat van de een op de andere dag kan doen. Hè. Ik heb eerder wel eens een kennisontbijt hier gehad van de KNW. Daar zat Ineke Sluiter, voorzitter, die zei, ja, wat we eigenlijk met dat groeifonds doen, dat is een soort van monsoenregen op een bodem die het niet meer kan absorberen. Die metafoor spreekt mij als ecoloog aan, want het gaat niet alleen om die 3%. Ik bedoel, dat moet het doel zijn, daar moeten we naartoe. Maar er moet ook een goede balans zijn tussen ongebonden en thematisch onderzoek. Daar komen we misschien straks nog op, maar ik vind dat wel cruciaal. Dus het gaat ook om hoe doe je het. En ik vind het dan inderdaad iets te makkelijk van het CDA. En ik hoor dat ook wel eens uit de hoek van de VVD, om dan naar het bedrijfsleven te kijken. Ja, het bedrijfsleven moet daar een grote rol in spelen. Maar wij zijn politici, wij gaan over de rol van de overheid. Ja, en de overheid moet hier het initiatief innemen. Ja. D66 en GroenLinks hebben dat dus ook gedaan. Maar ik hoop vandaag meer partijen aan onze kant. Er ligt een voorstel van de kenniscoalitie. 300 tot 380 miljoen structureel gaan investeren. In ieder geval de komende jaren. Gaat u dat inbrengen bij de formatie als CDA? We hebben al, even terug, wat GroenLinks zegt, dat niks gebeurd is. De strijd of het doel van 2,5%, want dat is wat Nederland zelf voor zichzelf heeft geplaatst, die 2,5%, die hebben wij 4 jaar geleden al ingezet. Daar is 200 miljoen structureel bijgekomen extra de afgelopen jaren. Niet gehaald. Wacht even. 200 miljoen is wel gehaald. Het huidige kabinet heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende 5 jaar voor onder andere innovatie en kennisontwikkeling. Dus dat is juist gerealiseerd. Dat is de doelstelling. En nogmaals, als je daar 10% van pakt, van die 20 miljard, dan kom je al boven die 300 miljoen uit. Nu is het wel zo dat er wel voorwaarden zitten aan dat groeifonds. Want het zijn projecten rond de 30 miljoen euro. Er moet ook economische groei gediend worden met dat geld. Dus dat gaat dan niet naar ongebonden onderzoek en vrij onderzoek. Nee, maar niet het hele Nationaal Groeifonds moet naar ongebonden onderzoek. Hè. We hebben ook de structurele bijdrage die we het afgelopen jaar 200 miljoen bijgeplust hebben. Technisch onderwijs, de numerus fixus op de universiteiten, is 30 miljoen structureel even de afgelopen jaar bijgeplust. Maar het gaat ook om dat bijvoorbeeld samenwerking tussen bedrijfsleven, consortia, bijvoorbeeld de universiteiten, dat die elkaar gaan opzoeken. Ja, meneer, want je zult, als je die 2,5 en 3%, dat gaat hier te makkelijk door de bocht, de overheid is een hefboom, maar het grootste percentage van die 2,5 of 3% zal dadelijk van de
bedrijfsleven moeten komen. En daar moeten we eens goed over nadenken hoe we die bedrijven hier naartoe kunnen halen en hoe we die bedrijven hier kunnen houden. Ja, maar los van het groeifonds steunt u ook wel, dus begrijp ik, uw partij, het voorstel van de kenniscoalitie. Heb ik dat goed gehoord? Die insteek ondersteunen we zeker. Ja, meneer Bisschop? Ja, ik denk dat het voorstel van de kenniscoalitie dat een heel realistisch voorstel is. En als je het nu nalaat, dat je op termijn jezelf als land zeer benadeeld op achterstand zet. Je verliest gewoon een belangrijke factor in jouw bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van je vestigingsklimaat voor grote bedrijven. Want is dat wat het gaat oplossen, dat extra geld? Want iedereen wil natuurlijk extra geld, helemaal als er verkiezingen aankomen. Ja. Is dat wat het op gaat lossen wat u betreft? Ik denk dat die financiering, dat een heel belangrijke bottleneck is op dit moment. We horen over een enorme werkdruk. We zien dat talentvolle jonge wetenschappers elders gaan rondkijken, omdat ze hier in Nederland onvoldoende mogelijkheden hebben. En ik denk dat je aan dat soort zaken heel veel kunt doen door te investeren. Ik vraag me wel af, eerlijk in alle oprechtheid, of zo'n nationaal groeifonds en de wijze waarop dat vorm wordt gegeven, of dat nu de manier is waarop je echt gaat stimuleren. Waar zit uw twijfel? Omdat het heel vaak gelinkt is aan, als het ware, projecten. Weliswaar meerjarig, maar daarna, ja, dan stopt het weer. Is dat wat je wilt? Of moet je zeggen van oké, in plaats van dit soort strikte randvoorwaarden, wij gaan gewoon de basale financiering van de instellingen. Die gaan we structureel omhoog brengen. Dat is wat uw partij wil. Ja, en die structureel omhoog brengen. KNAW is zelf met een prachtig plan gekomen, de Rolling Grant systeem, fonds. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan kun je dus talentvolle wetenschappers een perspectief bieden, een carrièreperspectief. Ja. Die verder strekt dan het project waar ze fondsen voor krijgen. En dat is ook waar de gedachten van GroenLinks naar uitgaan, Niels van den Bergen. Zeker, waarbij het wat ons betreft niet of-of, maar het moet en-en zijn. Hè? Dus je hebt dat. Wacht even, dus we hebben en dat Rolling Grant Fonds, ja, en het voorstel van de kenniscoalitie en het groeifonds? Nee, kijk, het Rolling Grant systeem kan onderdeel zijn van die 3% investering. Ja. Maar ik bedoel meer, het moet niet of thematisch of ongebonden. Je hebt het allebei nodig. Laat ik één concreet voorbeeld noemen. En we kijken nu allemaal met bewondering naar hoe snel we met strategisch onderzoek coronavaccins hebben weten te ontwikkelen. Maar dat hebben we alleen kunnen doen omdat er in 1953 al het DNA-molecuul is ontdekt met ongebonden onderzoek. Omdat daarna het RNA is ontdekt. Zonder dat ongebonden onderzoek hadden we dit nu met strategisch onderzoek nooit zo snel kunnen doen, bijna 70 jaar later. En dus het gaat wel om en-en. En hoe zorg je ervoor in het bekostigingssysteem dat universiteiten geld overhouden, of onderzoeksinstituten, voor dat ongebonden onderzoek? Hoe zorg je daarvoor? Want nu gaat het toch heel vaak weer aan andere dingen op. Ja. Nou, dat heeft voor een deel te maken met hoe je de financiering inricht. Wat je nu ziet is dat relatief veel geld via de zogenaamde tweede en derde geldstroom van universiteiten loopt. Wij zeggen als GroenLinks, je moet inderdaad, en dat sluit wel aan op het pleidooi van de SGP, je moet meer geld via de zogenaamde eerste pijler financiering laten lopen. Dus dat is waar universiteiten zelf over kunnen beslissen. Ja, dus rechtstreeks naar de instellingen vanuit het Rijk. Ja, en onderdeel daarvan kunnen ook rolling grants zijn. Het spreekt mij ook heel erg aan, dat voorstel van de commissie Wekhuizen. Maar daar zul je dus naar moeten kijken hoe je die 3% goed gaat besteden. En daar maak ik me bij het Groeifonds bijvoorbeeld wel zorgen over, dat de blik heel erg, dat hoor ik ook in de woorden van het CDA wel, toch op de economie en bedrijfsleven is gericht. Dat is niet fout, want dat heb je ook nodig. Maar als dat weer de enige focus wordt, dan hebben we aan het eind van het liedje straks weer hetzelfde, dat we heel veel geld in thematisch onderzoek stoppen. Maar dat die fundamentele doorbraken, ik noemde net de ontdekking van het DNA als voorbeeld, maar zo kun je natuurlijk heel veel voorbeelden noemen, dat die er niet meer zijn. En ik heb veel vertrouwen in de politiek, maar niet dat wij 70 jaar vooruit kunnen kijken. Dus we moeten die wetenschappelijke nieuwsgierigheid en die fundamentele doorbraken, daar moeten we ook ruimte voor creëren in ons systeem. Ja, en heeft het CDA wel een beetje die focus of niet? We krijgen nu het verwijt dat de focus te veel op het bedrijfsleven gericht. Kijk, de basis is de eerste geldstroom. Dat is de basis. En daar moet ook wat meer ruimte voor komen. Maar het andere is niet alleen maar het bedrijfsleven. We zeggen het bedrijf. Pak het voorbeeld van Lighthouse, hè, de isotopen. Dat was een consortium tussen een bedrijf, spin-off van ASML met onderzoek met de Universiteit van Groningen. Die consortia's, die dingen, die moet je meer stimuleren. En dat is niet alleen dat we gaan alleen maar meer geld verdienen. Dat zijn maatschappelijke opgaves die we hebben. En er zijn veel meer maatschappelijke opgaves die we vanuit onderzoek samen met bedrijfsleven en andere onderzoeksinstituten moeten doen. Alleen het punt wat ik wil maken, de overheid moet inderdaad kijken naar die hefboom. Daar hebben we dadelijk ook een nationaal groeifonds voor. We moeten de eerste lijn
Maar de grootste bijdrage moeten we zien te krijgen door het bedrijfsleven. Ze zal echt meer gaan doen, want het is niet competitief. Kijk naar Oostenrijk, kijk naar Zwitserland, kijk naar Denemarken. Die doen alleen al, het bedrijfsleven doet meer dan 2% van het bbp. Toch heb ik nog niet concreet van u gehoord welk geld van de overheid naar die eerste geldstroom moet. Dat kan ik nu geen, we hebben daar nu geen cijfers liggen. Ik weet wel dat er weer berekeningen in de plannen zitten, bij de planbureaus. Daar kan ik nu geen uitspraak over doen, maar daar komt wel extra geld naartoe. Maar u vroeg net naar die 3% toe. Daar zal het Nationaal Groeifonds een hele belangrijke... Kort nog Niels van den Berg daarover. Eigenlijk ook een vraag om het concreter te maken. Want ik hoor nu, we hebben het inderdaad allebei nodig, hè, ongebonden en thematisch. Spreek me aan, dus ik voel hier een opening. We hebben het rapport van de commissie Wekhuis en die zegt je moet eigenlijk zorgen dat ze allebei in balans zijn. Wat ze nu niet zijn, is dat dan ook het streven van het CDA om die balans terug te brengen? Als ik kijk, ik probeer ook te benchmarken nogmaals. De benchmarken met vergelijkbare landen in Europa. Dan zie je dat zowel de overheid een stuk achterloopt. Wij doen 0,6 van de 2,1 vandaag. Dus daar heb je iets te doen. Maar we lopen nog verder uit op de investeringen van het bedrijfsleven. Dus op allebei de twee moet je groeien. Maar bij het bedrijfsleven moet je een prikkel inbrengen. Die zal harder moeten groeien. Anders gaan wij het niet halen. Die 3% ten opzichte van Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland. Want die zitten allemaal boven 3%. En als we het dan toch over die derde geldstroom hebben... Dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Maar ik nee, u bent niet tevreden. Nee, maakt niet uit. Maar hij zei net, ik heb er geen cijfers nog nu voor paraat. Dus hij zegt wel, ik ben het eens met dat streven naar de balans. Tegelijkertijd moet er meer geld naar het bedrijfsleven om een grotere prikkel. Nou, dat hoorde ik ook weer niet helemaal. Dat hoorde u wel. Maar GroenLinks en bedrijfsleven, dat gaat niet altijd samen. Terwijl daar wel de oplossing, de consortia... Universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven moeten de handen inslaan. Ja, en dan wou ik het hebben over een ander consortium, want dat is vandaag ook in het nieuws. Universiteit Groningen werkt samen bij het Confucius Instituut in Groningen met China. De NOS had vandaag het contract in handen van een van de mensen, die docenten die daar werkt. Die wordt voor de helft betaald door de Chinese overheid. En er zit iets in het contract... dat op het moment dat deze docent het imago van China ernstig schaadt, dan kan het contract ontbonden worden. Vindt u dat een wenselijke samenwerking? Ik vind het een hele zorgelijke situatie. En het CDA heeft er zich al vaker over uitgesproken, collega Harry van der Molen. Over het instituut, hè? Over het instituut en de Confucius samenwerking. Je ziet dat ook, hè. Leiden is daarmee gestopt. Je ziet nu discussie ook in Brussel, blijkbaar. Hè. Een docent of hoogleraar, hè, wel of niet spionage. Wij moeten dat heel serieus nemen. Daar werd een beetje in het begin lacherig over gedaan. Dit is al het tweede signaal vanuit Groningen. Ik heb begrepen dat ook collega Van der Molen daar vragen over gaat stellen. En we moeten het heel zorgelijk... Vindt u dat ook beëindigd moet worden, zo'n samenwerking? Wij zijn, CDA is voor beëindiging van die Confucius-samenwerking. Dat is onze inzet al geweest. Ja. We hebben dat al, en ik hoop dat we ook wat meer steun gaan krijgen om dat te gaan realiseren. Nou, dat gaan we even vragen. Meneer Bisschop van de SGP. Je moet ook oppassen dat je als overheid niet aan instituten gaat voorschrijven met wie ze wel en niet mogen samenwerken. Wat je als politiek wel kunt doen, en als overheid gewoon kunt uitspreken, is dat dergelijke voorwaarden in onze context gewoon ontoelaatbaar zijn, onacceptabel zijn. Daarmee geef je een politiek signaal af. Nou goed, je kunt dat ondersteunen met maatschappelijke acties die daar bezwaren tegen maken. Allerlei belangengroepen enzovoorts, is prima. Ik zou een beetje voorzichtig zijn met eisen stellen als overheid, eisen opleggen van hieraan moet een samenwerking voldoen. Dus u zegt niet, beëindig die samenwerking? Ik zou zeggen... als het contract zijn. Van Groningen, ik ga er niet over, maar wat mij betreft, beëindig die samenwerking. Vandaag nog, want dit is niet de context waarbinnen... een goede samenwerking en een vruchtbare samenwerking verwacht mag worden. Niels van den Bergen, gaat de overheid hier niet over? Ik denk dat je inderdaad terughoudend moet zijn met tegen een universiteit zeggen stop die samenwerking. Maar ik ben het inhoudelijk wel erg eens op dit punt met SGP en CDA. Kijk, dit dus u soort zegt arbeidsvoorwaarden. Dus u zegt het eigenlijk ook. Ja, in ieder geval dat we dit soort arbeidsvoorwaarden zouden een Nederlandse kennisinstelling wat mij betreft niet moeten accepteren. Of dat meteen een einde van de samenwerking betekent. Ik bedoel, misschien kun je eerst ook nog het gesprek aan om te kijken of je tot andere contracten kan komen. Als dat uiteindelijk niet kan, ja, dan is dat denk ik wel de conclusie. Ik ga naar uw collega's aan de overkant. Dennis Wiersma van de VVD, wat vindt u van dit contract wat er in Groningen ligt? Ja, nou, vooropgesteld, op een universiteit gebeuren hele belangrijke dingen, ook hele belangrijke onderzoeken. Die kunnen heel belangrijk zijn voor Nederland, maar ook soms voor landen heel interessant zijn. Dus je moet heel voorzichtig zijn met welke kennis je waar en wanneer deelt. Dit had je, denk ik, als dit de uitkomst is in een contract, dat had nooit zo
mogen ontstaan. Dus volgens mij had je dit voor moeten zijn. Als je dit ziet, dan moeten alle alarmbellen ook afgaan. Dan moet Want je direct... het raakt aan de vrijheid van de Dat raakt aan mogelijke risico's die wij hebben bij kwade handen of landen waar wij onze informatie en kennis niet mee willen delen. Of die bewust uit zijn, misschien zelfs met kwadere intenties, om die kennis van ons te stelen. Of daar zelfs verkeerde dingen op veiligheid mee te doen. Dus in dit geval, alle alarmbellen hadden af moeten gaan. Je had direct, denk ik, ook naar je onderzoeksdirecteur moeten kunnen gaan. Je had direct, denk ik, ook... Een signaal naar de AIVD moeten gaan, misschien zelfs naar de minister. En dan zou daar een klap met elkaar opgegeven moeten worden. Doen we dit wel of niet? Die hele ladder, escalatieladder, die bestaat niet. Die gaat nu wel komen, want de VVD heeft ook gezegd... Hallo, we hebben meer van dit soort voorbeelden gezien. Huawei in Amsterdam ook, met UvA. Ja, die onderzoekers vinden dat super ingewikkeld. Klingendaal heeft ook gezegd, ja, onderzoekers zijn ook niet altijd in staat en terecht, want dat is niet hun expertise, om die afwegingen te maken. Maar help ze dan om dat te kunnen doen, in plaats van dat ze nu zo meteen in een hemd staan en dat wij er allemaal schande over roepen. Nee. Daar hebben die onderzoekers niks aan, heeft Nederland niks aan, heeft onze veiligheid niks aan. Dus we hadden die alarmbellen beter moeten inbouwen. Als ik het zo hoor, had dit niet mogen ontstaan. Eppo Bruins, we hebben net even die passage in het contract bekeken, hè, voorafgaand aan het debat. Wat is uw reactie daarop? Ja, het deed me eigenlijk denken aan contracten die sommige universiteiten bijvoorbeeld in Amerika afsluiten met de Big Pharma. Dat je mag alleen publiceren als er bepaalde resultaten uitkomen. Ja, dat wil je ook niet. Je wil de academische vrijheid om te publiceren. En zo wil je in dit geval de academische vrijheid om te kunnen spreken. Ik vind het onverstandig dat de Rijksuniversiteit Groningen een contract heeft afgesloten waar deze bepaling in staat. Dat bepaalde meningen niet mogen worden geuit door deze te financieren hoogleraar. Ik ga als overheid hier niet ingrijpen, want ook dat zit weer binnen de academische vrijheid. Maar ik zou wel, als ik minister van Onderwijs zou zijn, een ernstig gesprek met de Rijksuniversiteit aangaan. Zijn er mogelijkheden om dit contract aan te passen? Of, wanneer dat niet kan, dan te stoppen met samenwerking met op deze wijze met de Chinese overheid. Paul van Mening van D66? Ja, kijk, elke seconde die wij besteden aan een contract met Chinezen vanuit Groningen, dat is voor mij verloren tijd. Dat is volstrekt verwerpelijk. Ik wil het liever hebben over de veel grotere problemen die er zijn met de arbeidsvoorwaarden. De tijdelijkheid bijvoorbeeld van heel veel aanstellingen. Ja, daar komen we overigens op. Maar dit is wel de minister van D66 die nu kan ingrijpen. Ik stel die vraag, maar omdat deze ronde gaat over geld. En ik heb het CDA heel veel horen zeggen over... Vooral een groeifonds, vooral tijdelijkheid. Dat hangt heel erg samen met arbeidsvoorwaarden. Ik zou in deze ronde wel helderheid willen krijgen van het CDA. We gaan straks de formatie zien. Hoeveel geld het CDA nu eigenlijk over heeft voor de wetenschap? Ja. Ik wil het wel zeggen. Bij ons is het een miljard. Ja. Wacht even, want dit komt nog terug. Meneer Wiersma zei al terecht, de minister van D66 zou iets kunnen met Groningen. U zegt een beetje zonde van mijn tijd om het daarover te hebben. Zo vaak over Groningen gehad. Kijk, wat vindt u ervan? Wat vindt u ervan? Dat begrijp ik niet in. De minister wijst steeds naar de instelling zelf. Toen ik nog woordvoerder was. Ja, ja. Groningen heeft een merkwaardige fixatie op China. Hè. We hebben het hele drama met Jan Tai gehad. Hè, dat had ook een soort nederigheid. Daar stond in de onderwijsovereenkomsten dat er militaire training voor de studenten gegeven moest worden. Weet ik wat ze... Ja. Hè, ze moesten het partijprogramma... Dus heel erg slecht. Gaat u uw minister vragen of zij in gesprek gaat met Groningen over dit contract? Tuurlijk. Dit contract is heel slecht. Dat meer heb ik er niet over te zeggen. En onze minister moet daar alles aan doen wat daar aan te doen is. Maar er zijn nog heel veel meer misstanden. Daar wil ik het ook over hebben. Dat komt aan de orde. Dat beloof ik u. Ik wil het zo niet weg laten komen zonder bedrag. Voor het uur. Maar ik heb hem al twee keer gevraagd. En zei, ik heb nu geen... De bedragen die ik kan noemen, heb ik genoemd. Ja. Nou, ik heb niks genoemd. Nou, ja, ik heb gezegd. Nou, kom op. We hebben het groeifonds. Dat zijn de bedragen die wij in de afgelopen periode bevoegd hebben. U was coalitiegenoot. Zeker. Het Wopke Wiebesfonds heeft 20 miljard voor de komende 5 jaar. En een van de belangrijkste pilaren is... Tijdelijk. Dat is geen tijdelijk. Het gaat over 5 jaar. 5 jaar kun je programma's doen en daarna gaan we weer verder kijken. Wordt hier al inderdaad de twijfels getrokken, is dat de goede weg? We hadden niks. Het gaat om structurele, fundamentele investeringen. Dat is de eerste geldstroom. En Wopke Wiebes is hartstikke mooi, maar het is tijdelijk. En waarom voeg je dit dus niet voor een substantieel toe aan de eerste geldstroom?
Dan heb je het structureel. Het is en. En dan kun je met dat Rolling Grant Fonds kun je echt aan de slag. Ik ga u één ding zeggen, met mijn ervaring als interviewer. We gaan hem niet verder krijgen dan dit. Waren dus wij ook bang voor. Ja, precies. Dus we kunnen daar nog een half uur aan gaan trekken en duwen. Dat vinden zij ook leuk. Dus dat vinden zij hartstikke leuk, dat begrijp ik. Wij blijven het graag proberen, want als we nu die toezegging krijgen... Dat begrijp ik. Alleen er zijn ook nog wel even andere onderwerpen te bespreken, ook met andere partijen. Dus u kunt uw borst nat maken. Over 4 jaar staan we hier weer en hebben die 2,5% gehaald. Voor een, ja, maar niet dankzij het CDA. Dankzij het CDA. Dat is wel een interessante toezegging. Ja. Daar kunt u hem aan een formatietafel aan... nu tevreden, Niels van den Bergen. Zeker. Ja, precies. Oké, daar kunt u het CDA aan gaan houden. Ja. Hebben jullie toch goed gedaan met z'n allen. Goed, meer geld. Dat is duidelijk. Dat wil vrijwel iedereen. Alleen de vraag is, waar moet het aan besteed worden? Daar hadden we het net ook al eventjes over. Ik praat daarover verder met VVD, ChristenUnie en D66. En er is een vraag overgekomen van astrofysicus Jason Hessel van de Universiteit van Amsterdam. Die benadrukt, wat net eigenlijk ook min of meer gebeurde in het debat, het belang van vrij onderzoek. Hallo, ik ben Jason Hessels, hoofddocent astrofysica. Uit eigen ervaring weet ik dat het fundamentele onderzoek een hogere waarde heeft voor de mens. Maar, ondanks de geschiedenis van de ontwikkeling van menselijke kennis door middel van fundamentele onderzoek, is er vaak politiek druk om primair toegepast onderzoek te financieren, met korte termijn doelen en resultaten. Ziet u de waarde van fundamenteel onderzoek en bent u vastbesloten deze lange termijn investering in menselijke kennis en welvaart te financieren? De vraag vanuit Amsterdam, meneer Van Menen van D66. U riep net 1 miljard, ging even over tafel, hè? Dat is het Marshallplan van D66. Even een vraag, is dat 1 miljard per jaar naar het wetenschappelijk onderwijs of naar onderwijs in het onderzoek? Structureel. Structureel, ja, 1 miljard per jaar. Ja, en daarmee zetten we die stap naar die 2,5%. Onze ambitie is, net als wat de heer Van den Bergen net zei, die 3% die moeten we halen. Kijk, als ik het CDA hoor, dan hoor ik ook wel die 2,5%, maar dan hoor ik vooral heel veel bedrijfsleven en Wopke Wiebes en weet ik wat allemaal. Ook allemaal prima, moeten we ook vooral doen. Maar de overheid zal de eerste grote stap moeten zetten. Dat hebben wij 4 jaar geleden geprobeerd. Dat is 400 miljoen geworden. He, waarvan 225 miljoen naar fundamenteel onderzoek. En ik kan alleen maar onderschrijven wat hier gezegd wordt. Fundamenteel onderzoek. He, dat is een prachtige voorbeeld over de RNA-DNA-ontdekking. Waar we nu elke dag dankbaar voor mogen zijn dat dat gebeurd is. Nou, zo zitten er allerlei kiemen en zaadjes in dat fundamentele onderzoek. Waar we in de toekomst ontzettend veel van zullen hebben. En wat ik te veel hoor... Dat zie ik dan vooral bij CDA en VVD. Het is allemaal valorisatie, het moet op korte termijn iets opleveren. Ja, maar wetenschap gaat niet altijd over de korte termijn. En die 1 miljard, hoe wordt die dan verdeeld? Nou, wie krijgt wat? Nou, een van de vragen in de voorbereiding was ook, wie gaat daar dan over? Nou ja, dat moet de wetenschap natuurlijk zelf vooral doen. Want wordt die 1 miljard per jaar dan verdeeld? Nou, de NWO is daar op zich prima toe in staat. Hè, maar wij moeten wel de ruimte... Worden dat dan subsidies die je moet aanvragen daar? Nou, kijk, over de hele aanvraagcircus en de enorme belasting die daarvan uitgaat. Daar gaan we het geloof ik straks ook nog over hebben. Maar dat is natuurlijk een enorme belasting. Kijk, wat helpt door zoveel toe te voegen is dat we... veel meer van de fantastische aanvragen die er al zijn, maar die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden, wel kunnen honoreren. Maar je kan het ook direct overmaken naar universiteiten en onderzoeksinstituten. Ja, je kan. Er is al gepleit voor die versterking van die eerste geldstroom. Meer stabiele, meer vaste bekostiging in plaats van alles studentafhankelijk maken, zijn we alleen maar voor. Eppo Bruins, kunt u dit voorstel steunen in een volgende kabinetsperiode? Ja, de ChristenUnie heeft ook in haar doorrekeningen staan 1 miljard extra voor onderzoek. Per jaar. En wat daarbij belangrijk is, wat Niels ook al zei, die balans. Eerste, tweede geldstroom. Je kan niet zomaar de tweede geldstroom verder verhogen zonder de eerste geldstroom te verhogen. Je moet ook nadenken over de matchingsdruk die komt. Er heel veel projecten die je kunt verdienen, bijvoorbeeld bij de Europese Commissie. Dan moet je zelf wat bijleggen, moet je zelf 74 cent per euro. Ja, dus een groot deel van de eerste geldstroom gaat op aan het matchen van binnengehaalde projecten. En dan heb je niet meer vrij onderzoek. Kijk, het is ook een beetje een definitiekwestie. Wat ik hoop, dat Nederlandse universiteiten doen alleen maar vrij onderzoek. Als het niet vrij onderzoek is, moet je het niet doen.
aan een universiteit. Maar de werkelijkheid is dat het heel vaak in schotten verdeeld is, in thema's verdeeld is, project gefinancierd is. En als jij, waar weer ruimte voor moet komen, is als jij op vrijdagmiddag een gek idee hebt, omdat je bij de koffieautomaat praat met je promovendus, dat je dat gewoon maandag kunt gaan doen. En die ruimte, bijvoorbeeld in de eerste geldstroom, voor gekke ideeën, die is helemaal opgegaan aan de matchingsdruk bij Europese projecten. En je moet dus ook als universiteiten en hogescholen gaan nadenken, op welke manier geven wij ons onderzoeksgeld uit en wat kunnen wij doen met dit budget. Maar waar het begint, is dat Nederland gewoon schandelijk weinig uitgeeft aan wetenschap. En we hebben inderdaad 20 jaar geleden in Lissabon met elkaar gezegd, toen was ik nog een hele jonge beleidsmedewerker bij de stichting FOM, hebben we met elkaar gezegd, we moeten naar de 3% toe. Nou, daar is natuurlijk heel weinig van terechtgekomen. Onder Rutte 1 is alle programmatische innovatie wegbezuinigd, zijn we de VES-middelen kwijtgeraakt. Er is ook een heleboel beta en techniek verloren gegaan, ongeveer gehalveerd het aantal promovendi in de beta toen. En waar we nu staan, is met dit huidige kabinet hebben we een beetje kunnen repareren. 400 miljoen structureel erbij, 200 miljoen voor wetenschap, 200 miljoen voor innovatie. Maar dat moet gewoon veel groter, ja. als we een beschaafd en ontwikkeld land willen blijven. En dan ga ik naar Dennis Wiersma van de VVD. Want vindt u dit een goed idee als u dit zo hoort? Ja, er moet geld bij. 1 miljard ook per jaar? Ik zit een beetje gebonden. Onze doorrekening is er nog niet. Dus daar kan ik nu nog niet de concrete bedragen bij geven. Komt u daarbij in de buurt als partij? Ik mag het hopen, want ik vind het belangrijk dat we nog meer uit onze kennis en innovatie houden. Voor mij gaat deze discussie over de toekomst van Nederland. Die gaat over welke mooie uitdagingen in Nederland weten we ook op te lossen. We hebben grote uitdagingen. Die hopen met onze mooie oplossing uit de wetenschap op te lossen. Dat dat ook voor nieuwe banen zorgt. Dat dat überhaupt ook voor verdienvermogen zorgt. Eigenlijk wat het CDA natuurlijk noemde. Maar daarvoor is wetenschap de kurk waar Nederland op drijft. En dat is een besef, denk ik, wat we hier met z'n allen wel hebben. Maar op het moment dat het er om gaat van, hoe brengen we dat dan in de praktijk? Ja, dan denk ik, het is iets wat Eppo zei over eerdere bezuinigingen. Dat was natuurlijk ook 2010, was ook een hele moeilijke tijd voor alle politieke partijen, maar natuurlijk ook voor de politiek. We hebben nu gezien dat we juist afgelopen jaren gelukkig heel veel geld verdiend hebben om ook uit te kunnen geven. Daarom komen we met 20 miljard groeifonds. En 90 ook, miljard kan naar de coronacrisis. Exact. En we hebben ook gezien dat juist die coronacrisis, hoe belangrijk die wetenschap is. Dus 1 plus 1 is 2. En Nederland stond er goed voor. En hopelijk weten we dat zo meteen ook weer snel te bereiken. En we hebben het belang van die wetenschap gezien. Dan hoort daarbij dat je ook B zegt. En dat je deze mensen helpt om de nieuwe Ben Veringa te worden. En betekent dat dan ook, want de VVD krijgt dus veel het verwijt. Het is allemaal voor toegepaste korte termijn onderzoek. De VVD krijgt alle verwijten, voorzitter. Ja, maar het is voor economische groei. Maar gaat de VVD dan nu ook echt een substantieel bedrag reserveren voor fundamenteel onderzoek, ongebonden onderzoek? Ik vind vrij onderzoek heel belangrijk. Nee, dat snap ik. Dat vindt iedereen hier in de zaal. Ja, maar ook zo belangrijk dat ik vind dat je dat daar moet je ook een vast bedrag voor reserveren. Ik vind ook dat er geld bij moet. Het staat niet voor niks in de ambities. Bijvoorbeeld, fundamenteel onderzoek is een van de grote ambities, een van de drie grote ambities in dat groeifonds, 20 miljard. Je kan ook zeggen, we doen dat hele fonds niet, maar dat is winst, denk ik, dat het erin staat. Dat vinden we met elkaar dus zo belangrijk dat we dat doen. Maar tegelijkertijd, het is ook de basis voor allerlei innovaties. Kijk maar naar CRISPR-Cas in de landbouw. Hele belangrijke innovatie, maar zo zijn er meer. Maar het is niet alleen genoeg dat je dat dan doet. Als je de innovatie hebt, moeten we hem ook weten te behouden en te beschermen. Want het levert hier banen op. Bij CRISPR-Cas zien we dat door allerlei regelgeving, ook in Europa, dat zo'n investering dan met miljarden opgekocht wordt door Europa. Terwijl wij winnen er ook nog een Nobelprijs voor. Maar we laten het gaan naar de wereld. Dus we moeten en-en doen. En investeren en beschermen. Want we moeten net zo goed ook om die kennis dan heen gaan staan en helpen het hier te houden. Ik heb hier en daar moeten we ook geld in steken. Dat is soms iets meer de bedrijfsregel. Ik heb hier meneer Van Menen staan die me aankijkt dat hij er geen barst van gelooft. Die nou, jawel. Kijk, woord voor de wetenschap. Dat ben ik langer geweest dan de heer Wiersma, maar goed. Je bent ook veel ouder dan ik. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, dan laten we het daar niet over. Kom ik niet overheen. Nee, voorlopig niet. Kijk, de heer Wiersma wijst op de ambities in het groeifonds. Hè? Die onderschrijft hij. Nou, mooi. We hebben net al even over de tijdelijkheid van het groeifonds gehad, hoe interessant en mooi het ook is. Ik wijs op het gebrek aan ambitie in het verkiezingsprogramma van de VVD. Er staat werkelijk geen paragraaf, geen zin, geen letter over investering in onderzoek. En de heer Wiersma weet heel goed wat hij,
wat zijn partij naar het CPB heeft gestuurd om door te laten rekenen. Ja, meneer Weersma, laat ik daar even op reageren. Want... Ja, zeg dat nou gewoon. Kijk, volgens mij hebben we... Wij zeggen ook gewoon... Ik ga even, meneer Weersma, uw punt is duidelijk, laten reageren. Mijn punt is sowieso duidelijk. Ik bedoel, D66 trekt heel veel geld uit voor onderwijs. Dat zie je het, volgens mij is dat 10 miljard, dat hebben we het ook even genoemd. Hebben ze vorige keer ook gedaan, hè? Is niet altijd waargemaakt, maar die ambitie nee, dankzij is u. Wel goed. Nee, maar dat neem oprecht. Daar speelde uw partij natuurlijk ook een rol in. Zeker ja. als het helpt de heer Van Meenen om een goed gevoel te krijgen om te zeggen dat de VVD het allemaal heeft tegengehouden, vind ik prima. Wij vinden onderwijs heel belangrijk en onderzoek ook heel belangrijk. Sterker nog, daar investeren we in. Ik noemde al ook een aantal bedragen. Maar het verwijten van ja, dat vinden jullie dan niet belangrijk, dat is niet zo. Wij vinden juist die economie en die kennis en die onderzoeken belangrijk. Ja, maar uiteindelijk is dit, we willen dit omdat we met elkaar een mooi land willen hebben Zeker. En houden. Maar dat er hoort bij dat economie. We de best opgeleide mensen hebben, dat we de best onderzoeksinstituten hebben, dat we nu in de top 50 staan, dat is fantastisch. Maar ik wil in de top 20 en daar horen ook investeringen bij en die wil ik ook doen en dat gaan we ook samen doen en dan kunt u wel doen alsof we dat tegenover elkaar staan, maar we staan met elkaar in datzelfde vak om dat voor elkaar te boksen. En het doel van dit debat is ook om informatie te geven over Zeker. Hoe we dat samen willen doen, in plaats van alleen maar dat uit elkaar te drijven en het beeld achter te laten dat we dat niet samen willen. Wij willen vooruit met elkaar. Maar het is meer dan economie. Het is ook meer dan alleen maar beta. Als je kijkt ook naar de waarde van andere wetenschappen, ook in deze crisis, maar ook daarbuiten. Daar moeten we ook aan denken. Nou, daar gaat dat groeifonds niet over. De alpha-gamma-faculteiten leiden meer dan de helft van de studenten in Nederland op. En daar gaat maar 10% van het geld naartoe. Dus als je alles op het goede... Kijk, dat... Ja, wacht even. Ja, op de vaste bekostiging zijn wij het ook eens. Wij zeggen ook, we willen een grote deel... Ja, wel, we zijn het over dingen eens. De universiteiten willen rust geven aan onderzoekers, zodat ze hun werk kunnen doen. Zodat ze niet de hele tijd die werkdruk in de nek hebben eigen. Die aanvraagdruk willen wij verlagen. Daar hebben we hetzelfde plan voor. Zeker. Alleen wat wij zeggen is ook, je wil ideeën ook realiseren... In de praktijk. Je wil ook dat het tot iets leidt waar we ook banen en innovatie uithalen. En dat betekent valorisatie. En nu hebben onderzoek en kennis is een belangrijke taak voor universiteiten. Maar dat valorisatie, het naar de markt brengen van ideeën, is geen betaalde taak. En dat vind ik een gemiste kans. Het is een goed idee bedenken, maar het ook in de markt laten uitvoeren. Goed idee heeft geld nodig. Wacht even, meneer Van Meenen. Ik ga naar uw coalitie, bij de coalitiepartner die in het midden staat. Hij staat veel meer aan mijn kant. Eppo Bruins, ik wil graag toevoegen. En misschien kan ik de heren een beetje bij elkaar brengen, want dit land moet ook nog bestuurd worden na 17 maart. Kijk, als je aan ASML, buitenlandse medewerkers bij ASML vraagt waarom is het zo fijn werken in Nederland, dan is dat ook omdat de regio Eindhoven cultureel probeert ergens iets moois ervan te maken. Waarom komen bedrijven naar Nederland? Omdat we een stabiele democratische rechtsstaat zijn. We hebben een eeuwenoude traditie op het gebied van humaniora die Nederland maakt tot wie we zijn. En we moeten dus oppassen dat we denken dat wanneer we economisch willen groeien, dat we dan alleen maar in beta en techniek moeten studeren. We willen ook economisch bloeien. We willen een bloeiende samenleving. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kwetsbare humaniora ook gewoon eens een keer op een goed niveau moeten worden gefinancierd. Zodat je ook je idolen ook in de eerstejaars colleges kunt zetten, zodat studenten inspirerende colleges kunnen krijgen. En we moeten dus in alle vakgebieden stimuleren. Dat betekent dus dat de financiering van de wetenschap integraal omhoog moet in een goede balans. En daarbij moeten we natuurlijk ook in beta en techniek investeren. Maar we moeten niet vergeten dat ook die wetenschappen die ons land niet alleen rijk maken, maar ook mooi maken. En hoe zorg je er als politiek dan voor dat dat gebeurt? Nou, je moet goed kijken. En daarom heb ik ook ooit die motie ingediend waar de commissie Wekhuis uit is voortgekomen. Wat is nou de goede balans in de financiering van wetenschap? Dat gaat over alpha, beta, gamma. Maar dat gaat ook over eerste, tweede, derde geldstroom. Het is een... Politici realiseren zich te weinig dat het een heel delicaat evenwichtssysteem is. Als je heel veel bij de eerste geldstroom erbij doet, wordt NWO irrelevant. En ieder beschaafd land heeft een instituutie dat competitief onderzoeksgeld verdient. Ja, die keuzes maakt tussen onderzoeken. Ja, kijk hoe het geld. Als je de tweede geldstroom te groot maakt, dan is er niet meer genoeg eerste geldstroom om de basis neer te leggen voor die projectfinanciering. Dus het is een hele delicate balans. Als je de derde geldstroom te groot maakt, dan heb je misschien een probleem met je onafhankelijke onderzoek. Dan heb je heel eenzijdig onderzoek. Want het zijn de bedrijven die natuurlijk vooral willen mee investeren in beta en techniek. Nu is het zo dat we in Nederland in internationaal verband relatief weinig investeren in beta en techniek. Ik heb ooit aan Jet Bussemaker gevraagd,
Is dat niet erg? Toen zei ze, nee, dat is niet erg, want we hebben toch niet zoveel high-tech bedrijven in Nederland. Ja. Maar daar zit natuurlijk een kausaal verband. We willen meer high-tech bedrijven, maar dan moet je ook willen investeren in beta en techniek. Dus het hangt allemaal samen en we moeten zorgen dat we als politici niet als olifanten in de porseleinkast daardoorheen gaan lopen raggen. Het is een delicate balans, een delicaat systeem, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. En maar één kant is de goede kant en dat is groei van het budget. Dank. Ik rond dit even af, want gebrek aan geld, de toename van studenten, werd net al even genoemd, de werkdruk, de publicatiedruk, dat zorgt voor veel zorgen bij universiteiten. Er zijn ook veel vragen en opmerkingen over binnengekomen voor dit debat. Daar wil ik u straks allemaal graag over horen. Eén vraag bijvoorbeeld, die komt van Fons Meijer van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn naam is Fons Meijer, ik ben historicus en ik promoveer op dit moment aan de Radboud Universiteit. En als ik straks klaar ben, zal ik voor mezelf moeten gaan beslissen of ik verder wil in de wetenschap. En hoe graag ik dat ook zou willen, heb ik er ook heel veel twijfels over. Er is heel veel werkdruk bijvoorbeeld. Er is veel onderlinge concurrentie. En er is ook veel onzekerheid. Ik zie zelfs bij mijn mede-promovendi al de druk toenemen. Die leidt tot mentale problemen, zoals zelfs burn-outs en depressies. En daarom is mijn vraag aan de politiek, hoe gaan jullie deze problemen oplossen? Niels van den Bergen van GroenLinks. Wat kunt u doen als politiek of als politieke partij de komende kabinetsperiode om fonds voor de wetenschap te behouden? Ja, een hele goede vraag en ook een herkenbaar verhaal, ook uit mijn eigen vriendenkring van mensen die in de wetenschap zitten of daar helaas uit vertrokken zijn. Ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk het eerste is inderdaad die eerste geldstroom versterken, zodat universiteiten ook echt kunnen investeren in jonge wetenschappers en goede arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Dat is één. Twee, wat ik heel belangrijk vind, is allerlei experimenten, zoals bijvoorbeeld het experiment beurspromovendi in Groningen. Daar moeten we mee stoppen, omdat dat echt een doorgeslagen flexibilisering betekent, waarbij dus promovendi minder goede arbeidsvoorwaarden hebben dan andere wetenschappers. Krijgen een salaris, maar allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen ze niet. Moeten we echt niet doen, want de wetenschap is, ik geloof, samen met de betaald voetbal in de horeca de sector met de meeste flexibele contracten. En als je dus jonge mensen in die sector wil houden, juist ook om die fundering te leggen die we volgens mij allemaal willen leggen, dan moeten we zorgen dat de arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Dus kan je dat afdwingen? Zeker. Tweede Kamer? Zeker, want voor dat experiment beurspromovendi, daar heeft de minister toestemming voor moeten geven. Daar is ze overigens, dat wilde de minister eerst niet. Daar is ze door met name rechtse partijen eerlijk gezegd in de Kamer toe gedwongen. Dus ik verwijt het de minister niet. Zij wilde dat echt niet. Maar zij moet daar toestemming voor geven. Dus ze kan ook zeggen, ik wil dat niet. En binnenkort moet er besloten worden over de verlenging van dit experiment. Dus we kunnen inderdaad als politiek zeggen, dat gaan we niet doen. Omdat dat soort doorgeslagen flexibilisering niet de kant is die we op willen. We willen juist perspectief en zekerheid kunnen bieden aan wetenschappers zoals Fons. Ja, Roelof Bisschop van de SGP, wat kunt u Fons bieden? Ik herken dat verhaal wat Fons vertelde uitstekend. Mijn eigen zoon staat op het punt om te promoveren. Ik had laatst met hem erover van, een academische carrière. Ik natuurlijk een beetje vadertrots dan. Een briljante jongeman, 2 studies gedaan en ik weet niet, zegt hij. Ik weet niet of ik dat eigenlijk wel ambieer. Ik zei, waarom niet dan? Nou, en wat komt er dan? Matching, beurzen binnenhalen, projectsubsidiëring, al dat soort zaken. En dat kost veel tijd. Vaak krijg je ook niet je aanvraag gehonoreerd. Precies, zorgt de spilling van je tijd en je energie. De onvoldoende, in wezen onvoldoende structurele financiering. En daar komt ook mijn wat kritische houding tegenover het Nationaal Groeifonds uit voort. Daar heeft Fonds niks aan om die daar heeft maar Fonds even te maken. 4 jaar wat aan. En dan, ja, dan mag hij zorgen dat hij een nieuw project heeft. Mag hij hopen dat hij dat krijgt. Dus wat ons betreft is verhoging, structurele verhoging van die eerste geldstroom. Uiteraard met voorwaarden vanuit de overheid. Dat betekent dus wel dat vaste contracten regel worden. Dat is cruciaal. Nou, de instrumenten liggen er. En de vraag is of het speeltje van Wopke Wiebes, zal ik maar zeggen, ja, Nationaal Groeifonds, 20 miljard, of dat... Dat punt is duidelijk. Daar is meer kritiek op. Daar gaan we het nu niet meer over hebben. Ik wil het graag over het voorstel van die beurspromovendi, om daar een einde aan te maken, aan die proef. Bent u het daarmee eens? Ja, daar kan ik zo niet helemaal over zien, of we daar direct een einde aan moeten maken. Maar wat ik wel zie is dat de aanvragen, wat ik begreep, de aanvragen vele malen groter zijn. We gaan dat ook niet oplossen. Ik hoor elke keer hier
Alleen het geld, als we zoveel geld hebben, dan lossen we alles op. De aanvragen die er nu liggen, volgens mij worden er heel veel afgewezen. Ja. In de aanvraag, dat los je ook niet met extra geld. Dan doe je een stukje, dan maak je een stukje beter. Ja, tenzij dat naar de eerste geldstroom gaat. Ja, maar gaat ook niet. We moeten niet altijd zoeken, alleen maar in de berg groter maken in geld. We moeten ook keuzes maken. De heer Vermeenen zegt, ja, de alfa en de gamma. We hebben inderdaad als CDA, hebben we terecht gewezen, volgens mij ook met de ChristenUnie en de VVD, over de grote toename aan studenten. We hebben de studentenstops gehad op de technische universiteiten. Dat je terecht een discussie aangaat over de bekostiging, hoe je ook middelen kunt verdelen of herverdelen. Die discussie moet je durven aan te gaan. En er zit niet de oplossing in alleen maar, als we alles te berg maar groter maken, dan lossen we alles van alles op. Dat gaat hem niet worden. Dus ook keuzes maken hoort hierbij bij een betere wetenschap en beter onderzoek. Een van de klachten ook is de publicatiedruk. Dat is iets wat al heel lang speelt, meneer Van Meenen. Dat heeft ook vaak bij de politiek, van ja, daar moeten we wat aan doen. Dit ligt natuurlijk ook wel bij universiteiten en onderzoeksinstituten zelf een verantwoordelijkheid. Hè, want het staat niet in de wet dat je 12 publicaties per jaar op naam moet hebben. Nee. Welke rol is er voor het veld, wat u betreft? Nou, een grote rol, en die pakt het veld ook. Hè. Rian en Letcher, de rector van Maastricht, en een commissie hebben dat opgepakt. Een nieuw systeem van waarderen, zeg maar. Ja, het erkennen en waarderen. Erkennen en waarderen. Nou, werpt dat zijn vruchten af? Volgens mij staat het nog in de kinderschoenen. Maar dat is wel een hoopvol signaal. Want ja, als je nu naar de werkweek van een onderzoeker kijkt, dan is hij door de week bezig met onderzoek en onderwijs. En in het weekend is hij bezig met de volgende aanvraag. Want het is precies zoals Roelof Wissop dat zojuist beschreef. Je moet al direct beginnen. Ik geloof dat 30% van de werkweek, van de werktijd van een wetenschappelijk medewerker gaat op aan het binnenhalen van geld. Dat is natuurlijk ongelooflijk hoeveelheid verspilling van talent. He, er is sowieso denk ik dat we in die hele wetenschapswereld in een erg bureaucratisch systeem terechtgekomen zijn. Dus ik zeg niet alleen maar dat miljard moet erbij, maar we moeten ook zorgen dat het geld wat er is veel meer nog op de goede plek terechtkomt. Daar spelen overigens, dan moet je gewoon de zeggenschap van de wetenschap ook binnen de universiteit versterken. En dat is denk ik ook het punt van Eppo Bruins de hele tijd. Hè? Kijk goed naar die geldstromen en wat dat doet ook met de werkdruk en het werkplezier. Ja, en laat ik tegen Fons zeggen en al die andere promovendi. Je promotie in zichzelf heeft intrinsiek grote waarde. Je doet 4 jaar lang onderzoek aan de stand, aan de rand van ons kennen. Je hebt geleerd je tanden ergens in te zetten. We hebben behoefte aan gepromoveerde mensen in onze samenleving. Als je daarna niet een academische carrière ambieert, is dat oké. Dan ben je niet mislukt. Dan heb jij gewoon laten zien dat je echt iets kan. Dat is ook goed. Ook vroeger gingen niet alle gepromoveerden door in een academische carrière. Ik ben nog een tijdje doorgegaan, maar kijk waar ik nu sta. Ik ben politicus geworden. Ik bedoel, ja. Dat kan nog anders. Dus je zegt, je hoeft zelfs je best te doen om iedereen te behouden. Nee, maar wat we op dit moment doen, en daar gaat het fout, we hebben heel veel instrumenten om jonge mensen via de vernieuwingsimpuls, een VNI en een VIDI en een VICI. En ik was 25 of 27 toen ik stopte met mijn academische carrière. En toen lag de wereld voor me open. Maar als je straks je VNI en je VIDI hebt gedaan, of misschien zelfs een VICI, en je bent zeg 35 of 38, je zit nog steeds op een tijdelijk contract. Je kan niet eens een hypotheek krijgen met je gezinnetje. En dan krijg je te horen, er is helemaal geen geld in het wetenschapssysteem. Ja, dan gaat het fout. Ja. Dus we moeten zorgen dat de hoeveelheid geld die er in het wetenschapssysteem zit past bij de hoeveelheid jonge mensen die we ook in dat systeem laten instromen. En ik denk dat daar een enorme disbalans zit op dit moment. En minder flexibele contracten dus ook. En dan kijk ik, ja, we moeten mensen eerder de zekerheid geven dat ze in die academie verder kunnen. Dan kijk ik tot slot naar Dennis Wiersma van de VVD. Flexibele contracten komen ook vaak bij de VVD vooruit. Vindt u dat wel wat minder mag bij de universiteiten? Zeker, ik vind dat je vaste basis veel meer moet hebben. Ik vind het ook heel mooi hoe Eppo Bruins erover spreekt. Sowieso fantastisch dat we een wetenschapper in de Kamer hebben. Dus ik zou zeggen, hou die man ook in de Kamer. Het is een oproep om op de ChristenUnie te stemmen. Nou, op Eppo Bruins. Ja, maar en dus op de ik weet dat hij op een plek staat voor de ChristenUnie waarmee het niet vanzelfsprekend is dat hij in de Kamer komt. En ik vind het mooi dat deze kennis erin zit. Ik heb zelf in Groningen gezeten, maar ik heb daar ook veel dingen voorbij zien komen. Ook in tenure track commissies gezeten. En dan zie je dat, ik vind het goed, hè, die Loring Grants fonds gaan niet alleen maar over je eigen stappen die je maakt op de universiteit, maar ook hoe jouw onderzoek verder kan komen. Dus
Maar, dus ik vind het mooi wat Eppo zegt, maar de vraag over die flexibele contracten. Ik denk, en ik pak even een iets andere analyse als u mij toestaat. Ik denk dat we zien veel onrust en we moeten beter omgaan met ons wetenschappelijk talent. En ik denk dat wij als politiek alles willen en dat we ook alles verwachten. We verwachten toponderzoek, toponderwijs. We verwachten dat we de beste mensen daar dan ook aan weten te trekken. En ook nog met beperkte ondersteuning dat dan rond weten te breien. Dat kan niet. Dat is een vierkante cirkel. Ik denk dat we keuzes moeten maken. We laten nu heel veel studenten toe. Dat zorgt ervoor dat er heel veel druk ontstaat om ook het onderwijs te bieden wat je wil. Dat voel je ook aan je stand verplicht als onderzoeker. Daardoor krijg je soms weer dat extra flexibele krachten zijn om het onderwijs te kunnen rondbreien. Krijg je een grotere flexibele schil. Krijg je meer werkdruk, want die moet ook weer begeleid worden door onderzoekers. En de conclusie is dat dit soort onderzoekers als fonds helemaal gek worden. En afgeleid worden van waarom ze ooit gekozen hebben voor wetenschap. Dus ik denk dat we na moeten denken over minder studenten. Beter na moeten denken over welk onderzoek doen we dan waar en hoeveel steken we daar ook in, zodat we daar ook echt alles wat we hebben ook in kunnen steken, en dus alle ook expertise, alle middelen daar aan besteden en dat we niet op 4, 5, 6 plekken het wiel opnieuw uitvinden. Ja, en een strengere selectie dus van studenten, begrijp ik. Nou, dat betekent niet dat je als student nergens terecht kan, maar ik denk dat je grenzen moet stellen. Ook en ook naar studenten moet kijken of je het meest gelukkig wordt altijd in de wetenschap en een wetenschappelijk instituut. Hè, wat Eppo zegt is denk ik terecht. Soms kunnen we ook helpen om iemand een fantastische carrière in het hbo te bieden. Maar ik vind die keuze, als we die niet maken en we leveren er ook niet de consequenties, daar kijken we eigenlijk een beetje van weg. Dan accepteren we dus dat wij die vierkante cirkel maken en het probleem over de schutting gooien. Ik denk dat het begint bij de eerste keuze. Wie kiezen we ervoor om te laten studeren? En oh, heb je dan ook echt de tijd en kwaliteit als onderzoeker die je vervolgens kan leveren? U snijdt een interessant punt aan, maar vanwege de tijd gaan we daar nu op dat laatste punt helaas niet meer in. Want, het is wel een mooi punt. Het is een interessant punt. Ik heb sowieso heel veel gehoord wat volgens mij aan de informatietafel besproken kan worden. Hè. Onderzoek, innovatie, wetenschap zit niet in de grote debatten meestal, maar er is toch een hoop aan de hand wat jullie hier met elkaar hebben besproken en genoeg om over door te praten na de verkiezingen, denk ik ook zo. Dus hartelijk dank in ieder geval voor dit moment namens de KNAW en namens de NWO die het oorspronkelijk had georganiseerd, zoals ik zeide. Niels van den Berg van GroenLinks, dank. Roelof Bisschop van de SGP, dank. Mustafa Amash, dank van het CDA. Paul van Menen, D66. Eppo Bruins van de ChristenUnie en Dennis Wiersma van de VVD. Hartelijk dank. En aan alle kijkers, dank voor het kijken. En we gaan zien wat er voor extra geld gaat komen en waar het naartoe gaat. Hartelijk dank.